We gaan weer verder, uiteraard. We gaan nu even changeren. En in de changement, zoals we dat mooi noemen, on stage, hebben we een hele speciale meneer. Dat is Harry Loco, en die hebben jullie al meer gezien. En die zul je nog vaker zien op dit festival. Deze Harry heeft heel wat al gedaan voor ene Brian of Westminster. Die zichzelf bij het Parliament Square in Londen aan het hek heeft vastgeketend. Om te protesteren tegen oorlog. Laat het verdorie nou toch eens een keer vrede worden in de wereld. Laten we nou toch eens eindelijk een keer kappen met die ellende van die oorlog. Daar zijn we niet voor. Wij zijn ervoor om gewoon te leven met elkaar. In respect en begrip voor elkaar. En dat is ook de bedoeling van dit festival. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen en ik zal het ook blijven zeggen. Want dat is de boodschap van Woodstock aan de Maas. Wij zijn hier aan de Maas begonnen met een nieuwe marathon. Helemaal de wereld in. Begonnen in 1967 in San Francisco. Toen in die zomer de Summer of Love van San Francisco was. Waar prachtige nummers over geschreven zijn. En daar die uiteindelijk heeft geleid tot het Woodstock 1969 festival. Dat was de climax van die beweging. En die beweging die heeft de laatste 39 jaar min of meer gesudderd. Niet eerst. Eerst was hij heel actief. Maar nu is de tijd om weer te gaan. Het is nu de tijd. In een interview, of meerdere interviews, heb ik gezegd van als je nou kijkt naar de journaalbeelden van 40 jaar geleden en naar de journaalbeelden van nu, wat is dan het verschil? Nog steeds oorlog. Nog steeds honger in de wereld. Nog steeds ellende in de wereld. Het verschil is alleen de kwaliteit van de beelden. Verder niks. Er is best wel heel veel veranderd. Er is echt wel veel veranderd. Denk aan de vrijheid, de bevrijding zeg maar, van het juk waar de vrouw destijds onder leefde. Dat kun je niet voorstellen, maar destijds stond in de huwelijksakte dat de vrouw gedienstig moest zijn aan de man. Dat is er gelukkig, ja, dat is er gelukkig een aantal tientallen jaren geleden gewoon uitgeschrapt. Maar dat is er uitgeschrapt omdat jongeren, tieners en jonge twintigers gewoon 40 jaar geleden hebben gezegd en nou is het over. Zoals Country Joe Donald ook zei, give me a F, give me a U, give me a C, give me a K, what's the spell? En iedereen riep fuck, fuck, en waarvoor dan fuck? Well, fuck that allemaal. Gewoon stop er nou eens een keer mee. Wees nou eens een keer een beetje aardiger voor elkaar. En dat is onze boodschap. En we blijven hem uitroepen. We blijven het zeggen. Harry gaat daar een prachtig mooi nummer over zingen. Hij gaat daar het zijne aan toevoegen. Geniet ervan. Ondertussen wordt op de achtergrond veranderd. Schrik daar niet van. Laat je niet afleiden. Luister gewoon naar die boodschap. Harry heeft een prachtige cd ook gemaakt over Brian of Westminster. Die wordt tegen een gigantisch lage prijs aangeboden. Ook weer bij de kassa waar de munten worden verkocht. En alles tegen krankzinnig lage prijzen. Een paar eurootjes. Gewoon alleen maar productiekosten en verder niks. Jongens, ga genieten en dan komen we zo meteen terug voor de volgende act. Harry Loco. Soldier, cried out, my God, we killed them all. We've ruined their land, I cannot understand. My view was so small. We were young, we had no jobs. They lured us to join. They paid us well, but they gave us total discard of human life. Any president will put a medal on your breast if he thinks that you are the best. But there are no stories in the press how it really was a mess. And all the ones who did not return, when will we ever that war is no video play. No matter what he say, bring the boys back home. Bring our boys back home. Please bring them back.
lucky. He caught me in a trap, sitting in my wheelchair, oxygen on my lap. For me, no medal from the president. He does not respect the soldier who has lost. He only cares for his image. He doesn't care who bites the dust. And all the voices scream in my mind will never find peace of mind. There's no such thing as a winnable war. So where are we fighting for? Bring the boys back home. Bring the boys back home. Please bring them back. Bring them back. Bring the boys back home. Bring the boys back home. Bring our boys back home. Please bring them back. Bring them back. Bring the boys back home. And mama cried, what have you done? They killed my son. Please bring them back. Bring them back. Bring the boys back home. One more, one more.